oude kijkers en voor nieuwe mensen die mij wellicht gevonden hebben op YouTube en denken van, goh, laat ik die beste man eens volgen. Je neven kent tel, zeg ik altijd maar zo. Naast mij staat een BMW 320i Touring ik vind het een hele fraaie kleur, maroenachtige, steenrode kleur, die met bepaalde lichtval paars lijkt. Een diep paars, een beetje aubergine paars. En zodra er een zonlicht op staat, wordt hij wat meer oranje, of wat meer roder. Met een hele prachtige fleek erin. Shadowline pakket zit erin en het is een M-Sport pakket ook nog. Met velgjes, et cetera. De komende dagen ga ik me bezighouden met het plaatsen van de Xeon keramische coating. De wagen heb ik inmiddels al gewassen en gedeeltelijk al afgedroogd. Ik ga het laatste stukje even afmaken qua drogen. En dan ga ik mijn materiaal bij elkaar zoeken voor het kunnen polijsten van de lak. Er zitten hier en daar wat lichte krassen tot wat diepere krassen in. Die moet ik er eerst even uithalen. En dan moet de wagen volledig drogen voordat ik morgen kan beginnen aan de keramische coating. Bizarre kleur. Ik vind hem heel fraai. En voor mijn gevoel ook vrij zeldzaam in Nederland. Deze kleur. Ik zal zo meteen even de camera oppakken en even een lamp erop zetten. Dan heb je een indicatie van wat de reflectie doet in... niet zozeer de reflectie, maar meer de hoeveelheid vleek en de kleurvleek die erin zit. Die deze kleur eigenlijk maakt. Ja, heel fraai. Vind je het leuk om me te volgen? Dan zou ik zeggen, zeker, stay tuned. BMW heb ik inmiddels volledig afgedroogd. Die is nu droog, dus ik kan nu gaan beginnen met polijsten. En ik gebruik in eerste instantie step 2 van Xeon polijstmiddel. Dat is de medium cut met een medium pad en een medium mini pad. En mijn kleine, ik noem het altijd maar met een gekke bek, mijn plakcontrol. En ik ga eens even een testpot maken, kijken wat het doet. In hoeverre hier de lak goed uitkomt. Of ik een stapje zachter kan of een stapje harder. En dan heb ik het met name over de grofheid van de polijst. Dus even kijken. Gaat de goede kant op. Ik kan volstaan met de medium en de medium pad.
Bizarre kleur. Roze, rood zit erin, geel, brons. Voor mijn gevoel echt een individual lak. Kan haast niet anders. Ik ga door met de auto. Je zal uiteindelijk nog wat stukjes zien in de vlog. Totdat ik de wagen één keer helemaal gedaan heb. En dan doe ik hem nog een keer helemaal opnieuw. En dan zijn we alweer aardig uurtjes verder in de tijd. Dit voor zover. Ik ga verder met het polijswerk. En je ziet me in de volgende stukjes. Zo, ronde 1 van polijsten zit erop. We gaan door naar ronde nummer 2. Zo, tweede deel van polijsten zit er ook op. Ik moet het nog even uitpoetsen uiteraard. En dan ga ik denk ik nog even de velpen nog even voor de rest even schoonmaken. Dan heb ik dat ook vast gedaan. Kunnen de hoezen er weer op. En dan morgen ontvetten. En dan de keramische coating erop. Hij glanst weer als een malle. Lekker. Goed, ik ga dit nog even uitpoetsen. En dan het laatste ding afmaken voor vandaag. En dan vind ik het leuk geweest. En dan morgen weer een dag. Dat het een vrij nieuwe auto is. Tenminste, een vrij nieuw. Ja, een jaartje. Hij is een jaar oud, denk ik. Zo even uit mijn hoofd. En wat altijd ook handig is en prettig is, is altijd even het glas op glans brengen.
wat creëren mee? Kraakhelder glas. Echt wat al het vuil wat erop zit, of half erin zit, trek je eruit. Kalkvlekken, allerlei andere industriële vlekken, kwikwaksvlekken, hotvaksvlekken, wasstraatvlekken, allerlei industriële neerslag. Dus het glas is weer echt kraak en kraakhelder. Er is geen vlekje in te bekennen. En dat geeft zo'n mooie uitstraling aan de auto. Ook dat behoort tot een van mijn diensten. Ik ben er inmiddels achter dat de kleur heet Melbourne Rood. En dan rood op zijn Duits, R-O-T. Ik zou normaal gesproken zeggen Melbourne Red. Maar ja, het is een steenachtige kleur, rood, maroenachtig. Hele fraaie kleur. Ik dacht dat, dat het een hele bijzondere lak was qua kleur. Maar hij wordt gewoon weinig verkocht, want hij zit gewoon standaard in het BMW leverprogramma. Qua kleuren. Alleen hij wordt heel weinig verkocht, dat blijkt wel, want ik dacht dat hij vrij uniek was. In zoverre uniek als zijnde leverbaar op maar aantal of standaard modellen. Maar het is echt een kleur die standaard te bestellen is. Het is wel een hele mooie kleur, want als ik de lamp erop zet, zoals ik hier op mijn hoofd heb staan, rood en er zit ook een roze vleek in. Een bizarre kleur dit. Ik vind het heel knap van BMW, die maakt altijd verschrikkelijk mooie lakken. Dat kan ik eigenlijk wel waarderen, zeker als detailer poetser. Daar kun je zoveel plezier uit halen met glans en reflectie. En de twinkle en de sparkle van de flake die erin zit, als die echt goed gepolijst is. Ja, is bizar, is echt mooi. Dat zijn typisch van die dingen waarvan je zegt van ja, prachtig vak. Goed, de achteruit. De andere zijruit had ik inmiddels al gedaan. De achteruit en dan de andere kant nog. En dan de vooruit nog. En dan ga ik daarna door naar de velgen. En dan lopen we al aardig richting het einde van de dag. Dus even de laatste zaakjes afgemaakt. Ik heb de ramen volledig rondom me gepolijst op glans. De velgen heb ik voor de rest schoongemaakt en weer ingepakt. En nu voordat ik ga beginnen aan de coating, uiteraard eerst even ontvetten. Wat een fraaie kleur dit. Zo gaan we de hele auto even ontvetten. Afgehandeld. We beginnen aan de coating. Van de eerste ronde. Het bruine flesje. Nieuw sponsje. Dus even verzadigen. Zo. Here we go.
De BMW staat in de coating, zowel laag 1 als laag 2. Deze kan nu drogen en dan ga ik morgen verder met de laatste puntjes op de i. Dag 3, de laatste dag. Ik heb vandaag de laatste zaakjes afgemaakt. Banden in de dressing gezet, velg in de wielprotector gezet van Xeon, ramen gecoat, glaswerk schoongemaakt en de auto in de keramische coating gezet van Xeon. En even uitgestofzuigd en mijn geurhanger opgehangen. Hier hangt een wit blaadje. En daar hangt een camera en die staat permanent aan. En aangezien de privacy van mijzelf en mijn klanten in acht neem, heb ik hem de afgelopen dagen afgeplakt met een wit papiertje. Dus vandaar dat je een witte vlek in het glaswerk ziet. Dat gezegd hebbende, de wagen is klaar. Hij kan terug naar de eigenaar. Die mag gaan genieten van een prachtige glans van deze steenrode BMW 3-serie Touring. In M-sport pakketlijn, inclusief shadowlijn op de zijruiten, dakstijlen, etcetera. Rest mij alleen nog te zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling en wellicht tot de volgende video. En uiteraard krijg je van mij nog even het bekende rondje van de zaak. Ciao!